ben managing director voor Access World in Nederland. Dat houdt in dit geval in dat ik verantwoordelijk ben voor alle terminaloperaties die wij in Nederland hebben. Dus zowel Rotterdam als Vlissingen, waar we met name metaalgerelateerde producten op en openslaan. Eigenlijk in de breedste zin van het woord. Wij hebben bij Access World kabels geleverd voor een mobiele havenkraan. Een links-rechts combinatie, dat wil zeggen twee linkse kabels, twee rechtse kabels, waar uiteindelijk een vierpart systeem tot stand is gekomen. We hebben de kabels bij Verhoop in Duitsland besteld. Dat is bij Mennis geassembleerd en uiteindelijk naar Access World gebracht. Access World heeft bij Nemag een klemcelgrijper gekocht voor de droge bulk overslag. Dat kan zijn ijzeret, kolen, graan, bouwmaterialen. En deze hebben zij geïnstalleerd in een mobiele havenkraan. Vandaag zijn we bijvoorbeeld de MV Boogdam aan het laan met 28.000 ton ferrosilicon. Per partij worden er vrachtauto's geladen en via de kamer met de kraan in het ruim van het schip geladen. Dus daar zijn we 3 volle dagen, 24 uur mee bezig. Staaldraden die gaan regelmatig over een schijf. Dus dat is een slijtproduct. En dan levert Mennens de nieuwe kabels voor de grijper. Een kraan die natuurlijk continu draait, dan moeten de draden van vervangen worden onder zoveel tijd. Wij krijgen een aanvraag. Wij bieden vervolgens een set hijsdraden of een set grijperdraden bieden wij aan. En deze gaan we vervolgens installeren bij de klant. En daarna kan er weer gelost of geladen worden. Mennens is exclusief distributeur in Nederland en België. Dat wil zeggen dat zij toegang hebben tot het volledige productportfolio van Verhoop. We have 11 daughter companies around the globe dedicated to special wire ropes only. From only this service center alone last year we supplied around 8,200 metric tons of wire rope, which makes up for 5,000 kilometers of wire rope roughly. So our work starts with the request of the customer or the request of the market. What are the needs and what could we do? Do we need a slight improvement of an existing product or do we need a new concept, especially for the customer? It means we are also having a very good functional after-sales service team with very experienced, highly skilled application specialists that we can send out all over the world to support our distribution network on-site. Local people speaking to locals and they have the access to the local companies like the ports in the Netherlands, the second biggest port in Europe is Antwerp. So it's very important for us that the local people who have the access and have the products available to supply to these clients. Om een voorbeeld te noemen, op het moment dat er een draad gebroken of beschadigd is van bijvoorbeeld een mobiele kraan, dan kunnen ze niet een paar dagen wachten totdat er wat nieuws geleverd wordt. Dus het is heel belangrijk om lokaal ook de voorraad te hebben, zodat je snel kunt schakelen. Op het moment dat kabels geleverd worden aan een klant, kunnen wij ook de mogelijkheid bieden tot het inscheren ervan. Neem bijvoorbeeld een containerkraan, kunnen we tuigen. Een mobiele havenkraan kunnen we tuigen, daar hebben we gewoon onze tuigploegen voor. Dus het houdt zeker niet op bij het enkel leveren. De kabels die wij gebruiken in de grijpers, maar ook de kabels die we gebruiken in de kraan, die zijn specifiek zijn die aangevraagd voor het werk wat we daarmee verrichten. Mennens is daarbij een partij die ons die kabel in eerste instantie natuurlijk kan leveren, maar die ons daarbij ook nog een keer de service kan bieden die wij nodig hebben om bijvoorbeeld de veiligheid te kunnen waarborgen. Ja, er hangen flinke gewichten in die kranen, dus een draad moet daarop berekend zijn. Dat moet natuurlijk wel allemaal voldoende sterk zijn en veilig zijn. Basically, lives are depending on this piece that we produce here. It should be reliable and we should be able to sleep good at night knowing that we have ropes on cranes around the world. We want our customers also to be able to rely on D-Rope in the future as much as they can rely on D-Rope now.